What's good, Calfam? Eindelijk is hij er. Van niks naar kliks. Mijn boek komt over een maand uit, maar ik heb hier het allereerste exemplaar. It is beautiful. It's amazing. Dit boek is de Bijbel voor als je een grote YouTuber wil worden. En op de achterkant staat het volgende. Samen met andere bekende YouTubers geef ik tips en tricks over hoe jij ook geniale video's kunt maken, meer abonnees krijgt en van niks naar kliks gaat. En het allerbelangrijkste, mensen. Eindelijk verklap ik het grote geheim van de rode paprika. Hey, what's good, man? Goed, dit is het boek, maar ik heb wat leuks te melden. Namelijk, ik krijg heel veel aanvragen van mensen en beginnende YouTubers die met mij een video willen maken. En normaal gesproken heb ik daar de tijd niet voor. Maar nu, omdat ik het boek ga uitbrengen, heb ik iets bedacht. Ik wil namelijk zoveel mogelijk van jullie de kans geven om een video te maken met mij. En dat wordt pittig, maar dat wil ik wel doen. Omdat ik vind dat jullie het verdienen en om jullie te helpen in jullie avontuur van niks naar kliks. En doe het volgende omdat we... Oké, gewoon opletten. Opletten, papies. Als jij met mij een video wil maken, moet je mailen naar dit e-mailadres. Het onderstaande e-mailadres. Als je dat doet, maak je dus kans om samen met mij een collab op te nemen voor op jouw kanaal. Jij mag bepalen wat we gaan doen. Jij kan het gewoon allemaal regelen. Het wordt hartstikke gezellig. Van niks naar kliks. Remember the name. Van niks naar kliks. Ah! What's good, Calfam? We out here again. You don't even know. Je weet niet wat het is. Yeah. Let's go! Een bijzonder goedemorgen, lieve Onne-familie. Lieve Calfam, what's good? Mijn naam is Calfam, ook wel beter bekend als Mr. Gekkenwerk, a.k.a. Mr. Messy as fuck, a.k.a. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg, a.k.a. Calfijn Ei. We zijn hier, inderdaad. Voordat deze video gaat beginnen wil ik jullie vragen als jullie nog geen onderdeel zijn van de Calfam, wat ik me niet kan voorstellen. Je kan niet anno 2018 nog niet in de Calfam zitten. Ja, ik kan zeggen wat je wil, maar ey. Ja. Vroeger had je idols. Toen kreeg je Jamai. Toen kreeg je een windvlaag. Toen kreeg je Temptation Island. En nu is het Temptation Vips. Temptation Vips, waarin bekende mensen een relatie op de proef gaan bestellen. En ja, hopelijk gaat het goed. Oh nee. Oh nee. Mijn stoel is officieel krom. Kijk, ik ben... Oh, fuckie. Nina, het spijt me dat ik alles op stoelen mol, maar ik doe het uit de naam van comedy. De Temptation Island Vips enkel te zien op Videoland. Want hey, RTL weet ook dat televisie aan het sterven is. Dus laten we het alleen op Videoland zetten. That's right, RTL. You know what's happening, motherfuckers. Dames en heren, het moment is daar. Nina heeft het allemaal gezien, maar ik er niet. Want hey, I don't do that motherfucking shit. Let's go, Temptation Island Vips. Wekenlang is er gespeculeerd over welke bekende Nederlanders meedoen aan... Hey, daar ben ik! Daar gewoon een video aan, Videoland. Ben gewoon te zien op Videoland. Jullie hebben daar geen toestemming voor gevraagd, Videoland. Wil je dat de volgende keer wel even doen? Want ik vind het zeer lastig om het te beseffen dat jullie gewoon geld verdienen over mijn rug, man. Allerlei namen passeren de revue. Mocht je je afvragen, hey Calfam, ben jij ook gevraagd voor Temptation Island Vips? Is het antwoord, oh ja zeker. Oh ja zeker. Oh ja zeker. Ja zeker. Ja, ik ben gevraagd. Ik heb nee gezegd, anders had ik wel meegedaan. Zijn de VIP-koppels die zich wagen aan het grote liefdesavontuur. Oh, spannend. Ik hoop dat Femke Louise en die Tim zijn. Oh nee, die zijn er niet meer bij elkaar. Oké. Ik ben benieuwd of ik... Who are these people? Who are these people in God's name? Waarom doen de mensen aan Temptation Island Vips mee die ik niet ken? Waarom weet ik niet wie dit zijn? Fuck. We hebben elkaar leren kennen in het beloofde land, Utopia. Utopia? Godkak! Nee, nu ben ik... Nee. Nah, dit meen je toch niet? Dit meen je toch niet? Dit kan toch niet? Utopia? Waarom doet iemand uit Utopia mee aan Temptation Island, man? Dat is de... Ze konden gewoon echt helemaal niemand krijgen. Ik vind dat jammer, man. Het volgende koppel. Voormalig deelnemers Niels en Rosanna zijn voor de tweede keer van de partij. No! Hou even op! God, neka, flitten, Voormalig Temptation mensen zijn voor de tweede keer van... Are you even serious, voiceover dude? Ze doen één keer mee aan Temptation. Dan doen ze nog een keer mee aan Temptation. Maar dan als Vips. Donnie Roelvink en zijn vriendin Annie J zijn het derde VIP-koppel. Ja, Donnie Roelvink! Hey!
Hey, hey, what's good, man? That's right, motherfucker, that's right. Ik vind het gewoon vet dat er eindelijk iemand meedoet die ik wel ken, oké? Okay? Yeah. Donnie, you do it, man. We kennen het programma natuurlijk en wij denken eigenlijk altijd van hoe kunnen nou best wel veel koppels hier niet doorheen komen. Het is toch eigenlijk vrij simpel. If only you knew, man. If only you knew. Maar dit seizoen ook een onbekend koppel. Wat? What? No! What? What is this? What is this? Je kan niet je programma Temptation Island VIPs noemen en dan niet een VIP erin. Dat kan niet. Letterlijk elke soort van bekend persoon dat ik ken, en dat zijn er nogal wat, want hey, we making moves these days, you know what I'm saying? Letterlijk elke bekend persoon dat ik ken is hiervoor gevraagd. En van alle bekende mensen in Nederland hebben ze 3 bekende koppels kunnen vinden. Dat was te weinig, dus hebben ze er gewoon een onbekend koppel bij. Temptation Island VIPs comedy. Kijk, het begin is altijd saai. Het begin is altijd kut. Ik hoop dat er in aflevering 2 een beetje meer juice zit. Want dit was gewoon een wack-ass introductie. What the fuck, ouwe. De koppels komen vandaag oog in oog te staan met hun rivalen. Hey, ik weet niet hoor. Die verleidster is allemaal leuk en aardig. Maar er is volgens mij maar 1 verleidster in dit programma. Kai, motherfucking Gorgels. Hey, Kai, what's good, man? You making moves. You got this. I know, I'm proud of you, man. I love you. Ik had daar moeten staan, ja. Grapje hoor, ik vind Jolante Kabau van Kresk benekend echt tering mooi. Ik vind jou echt een prachtige vrouw, is niet normaal. Kai, je mag in je handjes knijpen. Oh nee, wacht, dat doe je al. Comedy. Ik ga jullie voorstellen aan de verleiders van jullie vriendinnetjes. Hoppakee, spannend! Spannend! Oh! Tering, deze voorste gast is toch niet normaal? Wat? Die tatoeages, doe even rustig, jongen. Hey, beter zit er even wat lekkere verleidsters tussen. Nee. Ah, op zich wel eentje. Beetje goedkope meiden. Goedkope meiden? Look at your face! Ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar dat is toch het eerste wat je denkt als je dit ziet. Goedkope, je ziet er zelf ook niet extreem duur uit. Laten we, oké, ik ga door. Ik denk dat het gewoon allemaal van die broodjes kaas zijn. Van die huismutsen. En ik ben gewoon dat broodje kaas met boter. Gewoon een stukje extra. Wat is dit programma fantastisch? Elke 10 seconden wordt iets gezegd wat gewoon tering grappig is. Broodje kaas. Maar ik ben broodje kaas met boter. Ik ben meer. What? Nee, dankjewel, man. Weet je, je mag zeggen wat je wil tegen me, je mag doen wat je wil. Maar fysiek contacten heb ik geen trek in. Juist, inderdaad, Donnie, you got it. Donnie Roelvink for president! Yeah! Ben je Ruud of niet? Wat deze vergeven? Wat is dit? Sorry, ik mag mensen niet zo hard uitlachen, maar wat zit er achter op zijn hoofd? Dat is zo'n ding waarmee je de douche kan schoonmaken. Dat ding hangt ook in mijn douche, maar dan is hij groen. Oké, ik hou wel op. Maar ik heb een piemel, daar kunnen 7 kraaien op zitten. Broer, jij bent zo onzeker van je lengte dat daar niks kan hangen. Mijn vriendin is daar verslaafd aan. Dus succes, poetsie dus voor je. Ah, wat een fucking aardige gast. Ik ben de naam weer vergeten van die jongen met die baard. Je ziet gewoon dat hij er moeilijk mee heeft. Ik zou het zo tering moeilijk vinden. Dat iemand dan tegenover mij gaat zeggen, ja, Nina, je is echt geil, ik ga haar pakken. Flikker even op, mafkees. She my woman, you ain't touching my motherfucking woman. Ah, en je ziet aan zijn hoofd dat hij wat wil zeggen, dat hij zegt over zijn piemel waar dan 8 kraaien op kunnen zitten. Maar dan denk ik, ja, maar dat is ook niet echt het allerslimste om te zeggen op dat moment. Maar alsnog, hij probeert het en hij is fucking aandoenlijke gast en hij heeft het... Als hij misstap maakt, dan is mijn hart gebroken. Ik wil niet dat Ruud zijn hart wordt gebroken in dit programma. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Donnie moet gewoon president worden. Ruud mag gewoon niet genaaid worden. Ze ziet ook wel een beetje uit als een geitenwolle sokken type, zeg maar. Ik vind dat echt zo'n chick die 1 keer in de maand seks heeft. 5 minuten lang omdat het verplicht voelt. Dankjewel. Maar ik maak me niet zo druk. Je hoeft me niet aan te raken. Zo, ik vind dit echt fucking raar. Dit is zo raar, dit is zo primitief. Dit zijn gewoon, hè? Je bent gewoon iemand anders, zich minder waardig aan het voelen door iets te zeggen. En dan nog iets, en dan, hè? Wauw.
Dit programma is kut en fantastisch tegelijkertijd. Ik kan het niet anders zeggen. Meiden, die waren zo gemeen dat ik ook gewoon daarop moest reageren. Juist, Jelena. Die meiden waren fucking gemeen. Verdomme. Stomme gemeen meiden, je moet ophouden met gemeen zijn. Stop ermee, nu. Dat heeft echt wel mee me gedaan. Nou, ik kan zo slecht tegen. Ik vind het zo zielig. Ze moet gewoon een beetje huilen. Kut programma. Ah nee, ze moet huilen. I eat your fucking heart out. So that's right. You don't fuck with this woman. Ik heb hem nu al in mijn zak. Oh, welke zak? Welke fucking zak? What? Zieke comeback, ouwe. Welke zak? Welke zak? Hey man, ik sla je in elkaar. Welke sla? Welke sla? Hey man, ik maak jouw koppie kleiner. Welke koppie? Welke koppie? En je punani, bitch. Oh, ba, bra, ba, 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 ba. Zak, welke zak? Je punani, bitch. Eerste kampvuur. Jij huilt en jij gaat huilen. Oh, die voel je wel, hè? Die is wel even pittig, laten we wel wezen. Hey. Oh, wacht, hij moeite met aansteken. Jay. Vlogger. Jay, vlogger. Temptation. Kijk hoe kast door deze gast is. Kijk wat een fucking beer. En dan ga je naar zijn YouTube kanaal en dan zie je dit. Ik voel me niet zo lekker. Nee, ik heb echt hoofdpijn. Hij klopt echt de hele tijd. Klop. Zo'n gast is echt zo. Dat YouTube. Ik heb hoofdpijn. Bonteen. Mooiste dag van mijn leven dit! Ik heb het moois gemaakt. Niet echt origineel, maar ze hebben allemaal zo'n ketting gemaakt. Nee, voor mijn fix. Oh! Oh shit! Dat was... Man, one quick motherfucker! Pda! Pda! Hurra! Twee tegelijk op één. Nee, dat gebeurt toch niet, vriend? Vriend, hij slaat hem. Nee, hij slaat hem. Wat is dit nou weer voor... Oh, what the fuck? Kai kwam er even tussen. Ja hoor. Kai Gorgels saves the day. Kai Gorgels. Ik wil je even wat persoonlijks vertellen. Kai, ik ben trots op je. Ik vind wat jij in de afgelopen jaren hebt bereikt. Vind ik uitzonderlijk. Vind ik zeer knap. Ik vind het mooi. Ik vind het gaaf dat je aan dit toffe programma meedoet. Ik vind het een mooie stap in je carrière. En ja, ik vind het dan toch mooi om te zien dat je degene bent die ervoor zorgt dat deze mannen elkaar niet de tering inslaan. Dat vind ik nou echt, en ik zet mijn bril er even vooraf, dat vind ik echt één van de mooiste dingen ooit in mijn leven heb gezien. Yeah. Komende zaterdag nieuwe gekke week. Hij is episch. Ik zie jullie. Join de Kelvin en abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik nog maar één ding. Doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Bedankt voor het kijken. Ey, ja. Brrr, Temptation Island.